Yo, what's up gasten, ik ben Wes en welkom bij The Wolf Gamer. En ja jongens, vandaag de kerstspecial. En ik sta nu in mijn kamer. En de kerstspecial, die ga ik vandaag jullie laten zien. Ik heb, om even kort te vertellen, een kerstcadeau gekregen. Of in ieder geval een kerstcadeau gekocht. En die heb ik zelf gekocht in principe. En die ga ik dus nu samen met jullie ga ik die dus uitpakken. Het is iets leuks. Ik heb me er in ieder geval op verheugd om te kunnen kopen. En ik ga jullie gewoon meenemen vandaag daar naartoe. In ieder geval met dat. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Het wordt iets anders dan normaal. Het staat hier op de grond. Dat is in ieder geval zeker. Dus ik switch even om van camera. En dan kunnen jullie alles zien. In ieder geval tot ziens. En ja jongens, daar zijn we dan. Aan de andere kant van de beeldscherm. En zoals jullie hier zien, hangt mijn werkbroek er. Heel mooi. Maar daar gaan we niet voor. Wij gaan voor deze doos. En zoals jullie zien, is dat een game PC. En deze game PC die is best wel duur geweest. Ik heb hem dus nu besteld en ik moet niet in het licht natuurlijk staan. Maar in principe is die best wel duur. Het is een VG4-W. 4GW. Ja, kast. In ieder geval, dat is de kast. En er zitten meerdere dingen zitten erin. Maar we gaan deze doos, wat eigenlijk de ombouw is, gaan we even openen. En ik heb hem besteld. Ik probeer deze even rechtop te krijgen. Ik heb hem besteld bij gamepc.nl. Dus mocht jij je eigen gamepc willen samenstellen of zo, dan kan dat op gamepc.nl. Link staat hieronder ook onder in de beschrijving. En wij pakken hier ons eigen zakmes bij om hem open te maken. En dan ga ik dat even omzetten van hand tot hand. Want ik ben rechtshandig in plaats van linkshandig. Dus dat gaan we even netjes doen. Wel de goede kant. En ik wil natuurlijk niet te veel beschadigen. Dus we moeten ook nog de zijkanten doen. Even kijken of dat lukt. Ja, dat lukt. En dan deze kant nog. Kijk. Kijk, het eerste wat we al, zodra we de doos openen, is het eerste wat we krijgen is een stroomdraad. Dat is altijd handig. Dus het eerste is hier stroomdraad. Die leggen we daar op het bed neer. Voor de rest hier de tools en zo. We krijgen een bonnensticker velletje mee. De orderbrief. Hoe of wat er allemaal in zit en zo. En wat de gegevens zijn. Die kan eruit. En dan zitten we hier aan de achterkant van de computer. Want hier, hier zit een VGA-kabel. Hier zit je audio. Hier zit je audio. En hier zit ook een audio dingen. Hier ook een VGA. Deze is voor de VGA. Dit is de achterkant. Ze hebben hem goed ingezild. Dus ik ga hem denk ik op zijn zij neerleggen. Dat lijkt mij het beste. En dan gaan we proberen om hem eruit te krijgen. Ik denk dat ik daar twee handen voor nodig heb. Dus ik check even bij jullie zo meteen. Dus tot zo. Jongens, ik heb hem er dus uit kunnen krijgen. Daar staat de doos. En ik heb hem dus eruit kunnen krijgen. Daar zat ook nog dit bij. Ik denk dat hier een magazine of zo bij zit. Ik voel hier nog wat anders hier toevallig. Zoals jullie zien, het is niet erg precies hetzelfde als hier. Zie je, dit is gewoon vlak en dit is een beetje groter. Dus ik weet niet wat daarin zit, maar dat gaan we zo, ik denk wel als eerste kijken. Dat lijkt mij wel leuk om te doen. Ik probeer hem even open te scheuren met mijn linkerhand. Hopelijk lukt het een beetje. Ja, dat gaat lukken. Zeker. Oh, we krijgen meteen een CD.
Dat is volgens mij van Windows. Ja, Windows CDE. Windows installeren. Installering. Dan hebben we de pagina of het handboekje. Ja, het handboekje van een geluidskaart. Geluidsdingen. Van Asus. Dat is best wel een goede merk. Dan wie de CD ervan. Die zal ik ook even laten zien voor jullie. Kijk, dat is de CD. Die hoort er dus bij. Wat hebben we nog meer? We hebben het magazine zo te zien. Dat is de achterkant denk ik. Ja, dit is de magazine. En ik ga er even heel snel doorheen. Samen met jullie. Allemaal stuff en allemaal ideetjes wat je kan doen. Ze dus blijven een beetje bij aan elkaar vastzitten. Razer. Altijd goed. Dat kan ik dus in ieder geval kijken thuis of in bed in ieder geval. Verder is nog iets. Kijken, ja, ik zie nog meer, ja. Ik zie een deurhanger of een deurstop. Kijk, wij zijn even een pauzetje, pauzen. Wij hebben eventjes een pauze. Leuk. Niet storen. Leuk. Leuk voor de verandering. Er zat nog meer in, zo te zien. Gaan we even voelen. Kijken of we het eruit krijgen. Kijk, voilà. We hebben hier een driver cd'tje. Dat is altijd handig. En een stickertje die naar beneden valt. En dit is een driver install cd. Dus dat is allemaal cd's die ze al hebben volgens mij geïnstalleerd. En dan vind ik hier nog een kabel. En ik denk dat dit, zo te zien, lijkt dit op een HDMI kabel. Ik kan het ook mis hebben, maar het lijkt op een HDMI kabel. Ik weet niet of die mijn mobiel of mijn apparaat een beetje scherm kan stellen. Maar ik denk dat het een HDMI kabeltje is. Dus die hou ik even apart. Die leggen we in de buurt van de stroomdraad. Zodat we die niet kwijtraken. Dus dat is het. Voor de rest is die nu helemaal leeg, zo te zien. Dus dat is mooi. Die kunnen we daar laten. Dan gaan we weer terug naar de computer toe. En dat ga ik proberen om op piepschuim. Dat gaan we er even uithalen. Volgens mij haalde ik niet alles weg. Nee, klopt. Kijk, dat waren de laatste twee stukken. Dan gaan we de bovenkant eraf halen. Zo. Kijk, de bovenkant eraf. Die gaat wel in één keer. En dit is de zijkant. De zijkant met het raampje. Dit hier, dit is het raampje. Hier. Dus dit is de voorkant. En ik zal hem zo er even uithalen. Beter gezegd, nu proberen. Dan kunnen we het beste zo te zien op de grond neerzetten. Zo omhoog tillen. Dus dat gaan we even doen. Hoppakee. Dan blijft hij natuurlijk hier vastzitten. Kijk, voilà. Dan hebben we ook een plastic van aan. En dan is dit onze computer voor voorlopig. Het is een zwart design. Een zwart design met een groene kleur eromheen. Als het goed is zou hier kleur groen in moeten verschijnen. En aan deze kant van de ding. Jullie kunnen het moeilijk zien, maar in ieder geval aan deze kant van de computer. Dat is dus waar het raampje zit. Voor de rest die andere kant is gewoon black, is gewoon dicht. En dan hebben we hier de achterkant. Dus dat is mooi. Ik wil nog, als het kan. Ik denk het niet, maar ik denk het wel. Ik denk dat ik hem nog even ga openschroeven. Want ik ben wel benieuwd wat er nog allemaal in zit. En of het al mooi op dezelfde plek zit. Kijk, deze kunnen we er ook eventueel afhalen. Ja, kijk. Haal die er alvast uit.
En dan kunnen we een beetje al erin kijken. Niet veel, maar wel iets. Kijk wel. Weer spiegelt ook natuurlijk mee. Maar er zit heel veel in. Dus ik ga hem even overschroeven. Kijken hoe dat gaat. En dan check ik jullie zo weer. Ik heb dat ding heb ik eraf kunnen krijgen. Dat is twee tellen werk eigenlijk met een schroevendraaier. Hier aan de achterkant natuurlijk. Nou, gaan we hem even op zo. Zijkant neerleggen. Kijk, en zo ziet het eruit vanaf binnen. Ik probeer niet al te veel te laten zien of in ieder geval het aan te raken. Want dat geeft natuurlijk stof. Of dat soort dingen, of vingerafdruk en dat soort dingen. Er zit een, dat weet ik wel, de waterpomp zit erin. En een hele grote koeler. Ik laat nu even in beeld zien wat ik er allemaal in heb zitten. Dus dat is alleen maar goed, zodat jullie bijvoorbeeld het ook kunnen samenstellen in principe met mij. Dat is in ieder geval wat jullie dus nu in beeld zien. Wat ik dus allemaal in mijn computer heb zitten, wat hier dus in zit nu. Allemaal geïnstalleerd. En zover ik hier zie, ik weet niet of dat klopt. Ik zit eigenlijk ook een beetje in mijn eigen licht. volgens mij zou hier ook nog ergens licht vandaan moeten komen. Denk ik. Ik hoop het in ieder geval wel. Ik kan hier nog meerdere schijven inzetten. Dat weet ik wel, dat dit hier schijven zijn. Ja, klopt. Dit zijn je schijven. En hier kan ik nog wat meer dingetjes doen. Ik kan nog twee plaatjes doen erin stoppen. In ieder geval zelf. Hier kan ik nog wat doen aan. Hier onder deze waterpompgedoe filter. Weet ik voor wat. In ieder geval, ik ga hem weer dicht schroeven. Ik wil er niet al te veel aan doen. Of zorgen dat er stof in komt. Dus ik ga hem even weer dicht schroeven. En dan gaan we hem weer rechtop zetten. Ja, jongens, we hebben hem weer dichtgeschroefd. Alles zit er nog in. We hebben hem weer dichtgeschroefd. Mocht je hem dus eruit willen halen, net zoals ik. Of even erin willen kijken. Dan zou ik, als ik jou was, jullie zien toevallig deze. Dit dopje. Die zit ook hier. En aan deze kant zit er eentje. En hierboven zit er eentje. Ik weet niet of je die kan zien. Ik zie hem zelf ook niet. Hier zit er een. Dus alle vier de kanten zit er eentje. Je hoeft alleen dus die grote knopjes open te schroeven. Dat is lekker makkelijk. Dus dan weet je dat in ieder geval. Mocht je dus andere schroeven open draaien, dan schroef je hem denk ik waarschijnlijk iets open wat daarin zit. In ieder geval deze ga ik dus installeren. Ik ga daar VGA kabel of HMI kabel erin zetten. Of opzetten. Ik ga mijn muis eraan afsluiten. Ik ga het toetsenbord aansluiten. En dan check ik jullie zodra die staat en zodra die draait. Ik zeg in ieder geval tot zo. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze aflevering alvast leuk vinden. Zometeen nog een giveaway. Dus blijf gewoon gerust kijken naar deze aflevering. Want misschien maak jij zometeen kans op die giveaway. Van een van de twee games die ik via mijn Instagram heb verloot. Of in ieder geval de giveaway loopt. Dus daar horen jullie daar de uitslag van. En ik ga in ieder geval, deze ga ik dus nu installeren. Dus mocht er groene lichtjes of zo, dat soort dingen zijn, dan zien jullie dat zo meteen. Ik zeg in ieder geval tot zo. Ja jongens, wij zijn nu in principe wat later, zoals jullie mee hier zien in de reflectie van het raam. Heb ik hem aangesloten op mijn computerscherm. En hier staat hij. Aan deze kant is trouwens geen licht. Daar kwam ik net dus achter. Op sommige plekken zie je nog wel, zoals hier, die cijfers. En hier het logo branden en zo. Maar aan deze kant geeft hij wel led. En ik doe even mijn laptop iets naar voren. Zoals jullie zien, geeft hij hier groen licht. Dus dat is mooi. Ik denk dat ik wel met de tijd dat ik dan hier in dat vierkante gedeelte, dat ik daar dan ook groen ledje doe. Voor de rest ben ik nu even alle dingen aan het overzetten. Hier ben ik de D-schijf aan het
installeren, of in ieder geval de dingetjes voor de D-schijf te installeren. Hier ben ik dingen op een USB aan het zetten, zodat ik die later hierop kan zetten op de grote computer. Dus dat is alles. Dat was een pliebie. In ieder geval, dat was dus de update. Dat is dus hiermee een kleine kerstgedeelte. Ik zal het even terug zetten naar mijn facecam, face dingen. Dus in ieder geval tot zo. En ja jongens, het grote scherm sluit nu af. In ieder geval, dat is dus voor deze aflevering, of in ieder geval voor dit stukje van hetgene van de aflevering. Hij gaat nog door. In het volgende stukje zien jullie in ieder geval de giveaway, wie er heb gewonnen en zo. Dat zien jullie zo meteen, daar ga ik zo meteen nog over door. Dat is misschien of eerder opgenomen vandaag de dag, of later opgenomen. Het kan alles wezen. Ik weet niet precies hoe of wat. Maar in ieder geval, het kan dus wezen dat het bijvoorbeeld hier bij het raam licht is of niet. Hang me er dus dan niet aan op dat het dus ander licht is of dat er een ander lichtval is. Dus dat is eigenlijk iets wat ik zo meteen zeg. Dat is dus, dan horen we dus de giveaway. En dit is dus de cash special. Ik ben hier heel erg blij mee. En ik hoop dat jullie genoten hebben van deze unboxing cash special eigenlijk. Deze computer kan trouwens heel veel kwijt en kan heel veel geheugen erin, zit erin. Er zit ook een grote videokaart in en zo. Dus in ieder geval gaat GTA 5 en ARM 3 en andere grote spellen, die komen nu dus voor mij gewoon in full HD resolutie en zo. En ik denk ook de afleveringen en zo. Dus hopelijk gaat dat lukken. Ik zie jullie in ieder geval hopelijk weer dinsdag. Mocht het niet lukken dat ik een aflevering aan het maken ben, of dat ik niet een aflevering kan maken doordat ik nog spellen aan het installeren ben, dan merken jullie dat gauw genoeg. Maar in ieder geval, zover ik nu zeg, tot en met dinsdag. En tot zo bij de giveaway.